in Assen. We gaan racen in de Vijverberg Trofee. En we hebben een leuke auto meegenomen, namelijk de BMW M3 GTR. Jullie hebben hem even kort gezien op het Spring-event in Wezen. Maar vandaag gaan we voor het echte werk. We gaan rijden op het circuit. Ja, en ik ga het zelf niet doen. Dat laten we over aan de professionals. Kijk even mee. Jullie zien, niet alleen maar BMW M3. Nee, er zijn hier wel heel veel ongekentekende auto's. Dus allemaal auto's die echt circuit klaar zijn gemaakt. Maar hier zien we ook een mooi speeltje. De Porsche 911 GT2 RS. Een auto die gewoon op Nederlands kenteken staat. Maar wel helemaal is klaargemaakt voor het circuit. Ferrari is aanwezig, Porsche is aanwezig. Je ziet veel leuk speelgoed hier. En hier wordt het echt gebruikt. Hiervoor zijn deze auto's gebouwd. En dat gaan wij vandaag uitproberen. Ja, dit is toch wel iets anders dan het straatwerk. Het heeft niks meer met hoge snelheden te maken, maar meer met G-krachten. En dat is een ervaring. Ja, dat is kicken, dat is gaaf. In die bochten, dan denk je van hij moet nu echt remmen. Maar dan echt pas 100 meter later gaat de auto pas remmen. Ja, dan heb je het gevoel dat je in de racerij zit. Mega!